winnaar van de Brouwer Vertrouwensprijs van het voorgaande jaar. En specifiek de initiatiefnemer. En met veel plezier geef ik nu aan het woord aan Harm van Dijk. Majesteit, dames en heren, allereerst wil ik namens de Stichting G1000NU onze dank uitspreken aan het bestuur van de KHMW en de jury van de Brouwers Vertrouwensprijs voor de toekenning van deze prijs in 2021. Het zal niemand verbazen dat de coronaperiode ook voor onze organisatie een bijzondere uitdaging is. Dankzij de prijs overleven wij deze periode zonder kleerscheuren. Ons team is intact gebleven. We hebben dankzij de prijs onze organisatie en onze aanpak zelfs verder kunnen ontwikkelen. Ik wil hier ook mijn dank uitspreken aan Job Cohen. Al vanaf nagenoeg het begin van onze activiteiten, 8 jaar geleden, heeft Job ons kritisch gevolgd. Tegelijkertijd heeft hij ons gesteund waar dat maar kon. En ik overdrijf geen moment als ik zeg dat ik zonder hem hier niet had gestaan. Dit is echte democratie. En nu voel ik mij voor het eerst echt Amersfoorter. Dit zijn 2 telkens terugkerende uitspraken van deelnemers van de G1000en die wij de afgelopen jaren hebben georganiseerd. Een G1000 raakt kennelijk aan een diepgevoelde behoefte van burgers om gehoord te worden en om de gemeenschap waar zij deel van uitmaken echt te ervaren. En precies dat is wat de overheid alsmaar niet lukt, om dat bij ons als inwoners te bewerkstelligen. Sommigen onder u spreken daarom al over code zwart als het gaat om het vertrouwen tussen burger en overheid. Wat is dan ons geheim? We leveren wat wij beloven. Een plek waarbinnen een machtsvrije dialoog van alle deelnemers met elkaar mogelijk is, ongeacht de herkomst of de rol in de maatschappij. Waar deelnemers elkaar als medeburgers kunnen ontmoeten en waar altijd een betekenisvolle overeenstemming ontstaat. In het komende jaar gaan wij met ons team op een aantal plaatsen in Nederland weer zo'n plek creëren. In de provincie Zeeland met 500 Zeeuwen over de toekomst van de zorg in Zeeland. In Zaanstreek-Waterland met 500 Zaankanters en Waterlanders over de toekomst van het wonen in die streek. In Reden met 500 inwoners over de vraag hoe Reden CO2-neutraal kan worden. En in Heusden met 150 inwoners van de wijk Vlietberg over de vraag hoe de wijk duurzaam gemaakt kan worden. Dit zijn de eerste projecten voor dit jaar en er zullen er ongetwijfeld veel meer gaan volgen. En uiteindelijk zijn wij pas tevreden als overal in Nederland dit soort plekken georganiseerd worden. Plekken waar burgers zich gehoord weten en zich weer onderdeel kunnen voelen van het grotere geheel. De gemeenschap waar zij zich mee identificeren. Gelukkig neemt de belangstelling voor de organisatie van burgerberaden hand over hand toe en de toekenning van de Brouwers Vertrouwensprijs heeft daar zeker haar steentje bijgedragen, waarvoor nogmaals dank. Wat ik ons als burgers en samenleving toewens, is een overheid die het belang van een burgerberaad erkent en die bereid is om actief aan de slag te gaan met de uitkomsten ervan. Dank u.